Ja, door de jaren heen hebben we ook nog wat bewaard, ja, hier en daar. Dat is wel toevallig, je gooit niet gelijk alles weg. Maar dat is wel leuk, dit was Max een kwotje. Die hebben we ook altijd wel bewaard. Daar heeft hij vroeger, ik weet niet, duizenden kilometers denk ik wel op gereden. Bij ons op de hal, hè, dat hadden ze een circuitje uitgezet en ja, spelen en een beetje behendigheid. Dit was het allereerste kartje van Max. Met zo'n lekker zo'n aantrekmotortje nog aan, zo'n kommertje waar het touwtje steeds van kapot ging. Dus dan moest je dat weer maken. Dit was het kartje van Jorrit. Er staat Stan op, maar dit was het kartje van Jorrit. Dit is het kartje van Stan. Het eerste kartje. En dit is het wedstrijdkartje van Max toen hij het eerste jaar minis reed. En waar hij dus de laatste wedstrijd mee heeft gereden. En dus kampioen werd met dit kart. In België en in Nederland. 1998. Ik heb eerst altijd paarden gereden. Dat was eigenlijk mijn hobby. Buiten een heel druk bestaan op de zaak. Ik had een eigen zaak en dakdekkers blij. En de paarden die hadden zoveel tijd nodig. Daar moest je iedere dag energie in stoppen. Wil je daar succes mee hebben. Toen heb ik gezegd, weet je wat, we gaan wat doen. Als ik dan een week geen tijd heb, dan zet ik een sleuteltje om en dan staat hij een week. En dat is ja, of een auto, of een kart, of een brommer, of een motor, of een fiets. Toen ben ik in aanraking gekomen met een kart. Ik denk, ik ga eens karten. Toen ben ik naar Genk gegaan karten. En ja, dat was best wel leuk, moet ik zeggen. En toen had ik Jorrit, mijn tweede zoon, die vond het ook leuk. En toen heb ik ook een mini-kartje gekocht. En zodoende ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. Hoe ging dat er niet, hè? Want uiteindelijk ben je met drie zoons gaan karten. Ja, er zat wel een virus in, moet ik zeggen, ja. En het kwam eigenlijk zo, ik was op de kartbaan met Stan en... met Stan en karten. Die was toen 4 jaar. En toen waren we op de kartbaan en gingen karten. En toen was Max Verstappen toevallig daar, ook met zijn moeder. Want zijn opa, die had een raceteam, die waren daar aan het trainen. En... toen kwam Max bij ons vragen hoe oud dat Stan was. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik contact heb ook met Max en met Jos. Die kwam aan ons vragen met zijn moeder van hoe oud dat Stan was. En toen zei ik, ja, Stan is 4. En toen zei Max van, ja, zie je wel, ik ben 5 en ik moet nog wachten tot 6 jaar van papa. En toen hebben we toen gezegd van, ja, als je een keer in het kartje wil rijden, of dan moet je gewoon instappen en dan gaan we rijden. En toen hebben we er mij ook even ingezet. En toen zei Sofie ook van, ja, tegen Jos, je moet gewoon beginnen met karten, want hij is te oud genoeg voor, hij wil ze graag. En zo is het eigenlijk ook begonnen. En toen heb ik contact gehad met Jos. En toen zei Jos tegen mij, ja, je doet toch zelf ook karten? Hè? Ja, je zit met zo'n schakelkart. Ja, dat vind ik ook leuk, zegt hij. Dus we gaan een keer samen rijden. En zo is het eigenlijk begonnen, ook de vriendschap met Jos en de hele karting. En ja, dat zijn wel heel aparte verhalen, hoor. Dan moet ik zeggen, hartstikke fanatiek. Ja, dat was ik dus ook. Alleen voor mij was de hele wereld nog wat nieuw. En Jos die was al jaren in die wereld bekend. Dus daar heb ik wel heel veel van geleerd op dat moment. Want toen reed ik zelf ook wedstrijd. En ja, zo is het eigenlijk beginnen te groeien eigenlijk. Ja, dus Max was eigenlijk jaloers op een jongere Stan dat hij wel rijdt. Ja, dat was toen, die hadden toen al wel een klikje, die speelden op elkaar. En toen zei hij, ja, dan wil ik ook karten. Stan mag karten, dan wil ik dat ook. En toen hebben we gelijk een kartje gekocht en toen zijn die twee samen gaan karten, ja. En dit is het kart van Jorrit. In 2006 werd hij wereldkampioen in Portugal voor de Rotax. Toen reed hij wel onder de vlag van België, want we hadden in België het ticket verdiend. En toen konden we naar Portugal. En toen hebben we die kaart ook gekocht. Deze kaart was een CRG toen. Toen ging Jorrit Europees. Met de Rotax Junior was dit kartje. En dat is een beetje een speciaal kart. Een heel oud kart, wat eigenlijk altijd heel goed ging. En we hebben tot nu toe nog niet echt kunnen ontdekken waarom dat deze kart altijd heel goed ging. Ja, we zijn 18, 19 jaar verder en ja, wat er allemaal in die tussentijd gebeurt. Dus ik denk dat je dat destijds zeker niet had kunnen vermoeden. Nee, dat was natuurlijk, ja, als je dat boek eigenlijk van begin af aan gaat lezen, dan is gewoon fantastisch. Ja, op een gegeven moment, een heel verhaal. Ik was met 3 kinderen toen begin met een karten. En Jos was druk bezig ook met zijn team bij hem thuis, want zijn vader had een kartteam. En daar stak Jos heel veel energie in. En ik vergeet het moment nooit. We zaten een keer woensdagavond na het trainen. We gingen vaak woensdagmiddags trainen. En s'avonds zaten we een keer bij elkaar. En toen zei Jos tegen mij van ja, ik wil eigenlijk stoppen met het raceteam. En alle energie nu in Max gestopt, want die vindt het zo leuk. En ja, ik zou het fijn vinden als we samen gaan. Want je bent ook heel fanatiek erin. En met je kinderen, en die vinden dat leuk. En ik zei, ja, dat is prima. Toen zei Jos, ik koop me zo'n busje. En dan gaan we samen de circuitjes wat af. En zo is het eigenlijk begonnen, ja. En, ja, een heel apart verhaal. En toen hadden we wel zoiets van, ja, we zullen zien. Hè, hij vindt het hartstikke leuk. En ja, of dan een Formule 1 coureur wordt op dat moment,
denk je dan er niet zo aan, maar we wilden gewoon lekker fun maken en dan beginnen met wat wedstrijdjes te rijden. Was dat hetzelfde busje als waar in december veel aandacht voor was? Het werd genoemd in Abu Dhabi van dat hij terugdenkt aan de tijd. Dat, we hebben honderden of duizenden kilometers gemaakt met busje. Ja. We hadden allebei een busje en ja, wij stapten vrijdagavond om 3 uur een busje en we reden naar Italië. We kwamen daar zaterdagsmorgens aan en dan werd er gereden. En zondagsavonds reden we terug en we waren maandagsmorgens terug. En in het begin dacht je dan, dat gaat niet, maar dat gaat allemaal. Dat is, we reden naar Oostenrijk, ik vergeet nooit, dan gingen we een keer trainen, zaterdagsmorgens reden we weg. En dan blijven we tot zondags blijven daar. Dus we waren morgens vroeg weg, we kwamen om 9:30 op de baan aan. We zijn gaan rijden, we hebben gereden tot 4 uur. Het ging hartstikke goed, we wilden eigenlijk een hotelletje gaan zoeken om zondags weer te rijden. Maar ja, we zeiden, we hoeven niet meer te rijden, het ging zo goed. We rijden weer terug naar huis, dus dan reden we 1000 terug naar huis. En dan waren we zondagsmorgens weer terug. Maar dat stelde niks voor. Tussen de kast staat ook uiteindelijk het einddoel, wat ik al zei, Formule 1. En daar staat een mooie Toro Rosso, waar Max even zijn eerste races mee gereden heeft. Dus het begint natuurlijk heel klein en het stopt, eigenlijk stopt het in de Formule 1, als het goed is. Jullie waren ook bizar veel bezig natuurlijk met de techniek, het tunen van de motoren, dat soort dingen. Ja, dat is er dan ook daarna van gekomen. Kijk, ik denk ook dat onze kracht was, we willen alles in eigen hand doen. Hè? En self-made mens zijn we sowieso. Alleen we willen wel kijken van, ja, hoe we de beste spullen voor elkaar kunnen krijgen. En om dat zeker te weten dat je dat hebt, moet je het proberen om het zelf te doen. En niet afhankelijk te zijn van anderen. Ik bedoel, we hadden wel veel contact met in de wereld. Hè? En we werden ook wel goed geholpen wat dat betreft. Maar uiteindelijk moesten we het gewoon zelf tot in de late uurtjes 's avonds gewoon op die testbank, op de baan proberen en maken en veranderen. Ja, dat was voor ons no limit. Deze kar, dat was Max in de 2015 wereldkampioen. Dat is nummer 1. Dat was eigenlijk de laatste kar waar hij mee gereden heeft. Ja, eigenlijk alles wat te winnen viel, wat wonnen we wel. En zeker met Max, ik bedoel, die carrière, ja, dat heeft ook iedereen gezien. Iedere wedstrijd, ja, won hij wel. En als hij niet won, dan ging hij wat kapot, maar dat kwam ook zelden voor. Nee, dat is wel, wel heel speciaal. Maar goed, ook met Jorrit. Hè. Op een gegeven moment, Jorrit was 5 jaar ouder als Max. En Jorrit reed al echt internationaal op een gegeven moment. En toen ging Max met ons mee trainen met Jorrit, terwijl hij 5 jaar jonger was. En ja, daar heeft hij ook heel veel van geleerd. Dat hoor ik hem zelf ook af en toe wel zeggen. Dus als je met iemand gaat trainen die een paar jaar verder is, ja, dan moet je gewoon gas geven om bij te houden. En ja, dit is het resultaat van. Dat is wel geweldig. Maar met de karting was echt wel heel serieus. Ik bedoel, er was een duidelijk plan op een gegeven moment. Van waar gaan we naartoe en welke titels wil je halen, welke wedstrijden moeten we rijden. En ja, dat was wel, daar hadden we eigenlijk weinig tijd voor onszelf. Het waren puur de kinderen die alleen maar aan wedstrijd rijden waren. En waar wij gewoon ieder vrij uurtje wat we hadden, want ik had daarnaast ook nog een drukke zaak. Waar we iedere vrij uurtje hadden we, ja, staken we in het karten van die jongens. We waren er altijd mee bezig, 7 dagen in de week. Als wij op vakantie gingen, pakten we het busje, caravan erachter en dan reden we naar Frankrijk en kijken waar veel circuits waren. En dan gingen de dames, die gingen dan wel naar de winkel of naar het strand, maar wij gingen naar de kartbaan. Wij pakten dan 3, 4 verschillende kartbanen per week. Dat was onze vakantie. Mooi om af en toe terug te kijken, want als je zelf ook naar de muur kijkt waar jullie de mooie bekers allemaal hebben opgesteld. Ja. Wat denk je zelf dan als je dat ziet? Ja, dat geeft heel veel herinneringen. Hè. Ik bedoel, ja, we hebben zoveel meegemaakt en iedere beker heeft wel een verhaal en iedere kart heeft een verhaal. En dat verhaal, dat heb ik, dat heeft Jos, dat heeft Max en dat heeft mijn kinderen Stan en Jorrit. Die kennen dat verhaal. Hè. En het verhaal is eigenlijk ten einde gekomen toen Max de wereldtitel heeft gehaald, want dat was uiteindelijk wel ons doel. En ook het gevoel toen was, en ik denk ook wel voor Jos, van ja, nu zijn we er. Ja, en we stoppen nog lang niet, tenminste Max zal er niet stoppen. Die gaat nu wel door. Maar uiteindelijk, meer kun je niet halen als een wereldtitel in de Formule 1. Meer is er niet. Dus dat had voor ons wel een hele speciale, was een heel speciaal weekend, ja. Dan hebben we 2012, was Jorrit Europees kampioen op Wackersdorf. Dat is deze. Deze is niet echt in het kampioenschap, maar dat hebben we een keer een uitstapje of een zijstapje gemaakt naar Interprint. Vandaar dat we ook nog een aandenken aan hebben, dus die hebben we er ook bij gezet. Kart nummer 6 is ook een speciale, die hebben we in 2015. Le Mans, Jorrit wereldkampioen.
Dat is die waanzinnige race. Dat was dit kart. Dat zijn de momenten, hè, buiten de geboorte van je eigen kinderen. Dat zijn natuurlijk geweldige momenten in je leven. Maar als je zoon laat over de finishvlag komen op een kampioenschap, op een Europees, op een wereldtitel. Ja, en dan de manier hoe. Hè, dat vergeet je nooit meer. Hè. Jorrit wordt in 2015 wereldkampioen. En een beetje dezelfde race als Max nu op het wereldkampioenschap. Hij rijdt op plek nummer 3 in de eerste ronde. En hij rijdt naar plek nummer 2 toe. En de race duurde nog 20 ronden. En hij lag 7 meter achter nummer 1. En dan de volgende ronde is dat 6,50 meter. En de ronde daarna is dat 6 meter. En op een gegeven moment moesten ze nog 2 ronden. En daar zaten toch 3 meter nog tussen. En de afstand werd niet meer kleiner. Dus dat gaat dan eigenlijk om hele kleine verschillen. En dan denk je, shit, het gaat net niet lukken. En dan ben je er zo dichtbij. En dan wil je die wereldtitel gewoon hebben. Natuurlijk is een tweede plek ook mooi. Maar je wilt per se die wereldtitel hebben. En dan, ja, ik krijg er nu nog kippenvel van. Dat is niet normaal. En ik vergeet nooit, Jorrit, die zet in de laatste ronde, had je eindrechtstuk, had je bocht, moest je terug naar de tweede versnelling. En Jorrit schakelt zo hard terug, hij gaat naar de eerste versnelling en hij maakt zoveel toeren. Dus die nummer 1 die denkt van ja, nu zit hij echt achter in de bumper. Dus de volgende bocht. Kijk, nummer 1 die kijkt heel even om. En doordat hij omkeek raakt hij een beetje uit de concentratie en dan gaat hij inderdaad verdedigen. En toen zat Jorrit een vol in de bumper. En toen had hij 3 ronden voor het einde. Zat hij hem op een fantastische manier. Zat hij hem echt ertussen. En pakte de binnenbocht. En een superactie. Ja, een droomactie. En komt dan als eerste over de streep. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik krijg nu een hele lijst vol met kippenvel. En dat is, ja, en dan maak je dat daar ook mee in Abu Dhabi. En dan praat je over een wereldtitel Formule 1. Maar dat zijn zo'n mooie momenten dan. Dan vergeet je alles, alle reisuren, alle overuren, alle ellende, alle stress. Dat is gewoon allemaal bijzaken. Ja, WK, EK gewonnen, maar ook in de DKM heel succesvol. Ja, dat is ook mooi. Jorrit heeft de WK gehaald en hij heeft 3 EK's gehaald. En in Duits kampioenschap, waar het level best hoog ligt, ja, dat heeft hij niet op rij, maar volgens mij 7 keer op rij en 1 keer niet op rij. Hij heeft 8 Duitse titels gehaald. Ja, dat is zo uniek. Oké, hij doet het samen in het hele team. Hè? En Stan heeft hem ook gehaald. Maar ja, dan ben je zo trots op. Dat, wil je dat even naden, ja, dan moet je nog wel even wat gaan oefenen. Dus fantastisch. Maar dat vind ik ook leuk. Van, in dat DKM ook. En de schakelklasse, dat is ook wel mijn klasse. Dat is ook de eindklasse, vind ik, vanuit de karting. Dan moet je de autosport in. Kijk, Jorrit heeft niet gekozen voor de autosport. Die zit hier thuis in het bedrijf, die heeft het overgenomen met Jart, zijn oudste zoon. Die zegt, ik wil lekker blijven karten en dat doe ik dan met die schakelkarten, vindt hij geweldig. En hij traint heel weinig, want hij heeft druk in de business. Afgelopen jaar gaat hij naar de wereldkampioenschappen in Zweden en wordt gewoon derde. He, met heel weinig trainen, wel fit, hij fietst veel, hij zwemt veel. Maar zijn rijderstalent, dat heeft hij nog steeds. En rijdt gewoon naar het podium op een wereldkampioenschap in de KZ. En dit kart is een Kart Republic, waar wij 2019 mee gestart zijn met omdat het een ander merk is. We hebben altijd CRG gereden. En we werden in 2019 met dit kart Europees kampioen in de KZ. Dus zo hebben we alles een beetje bewaard. Een beetje verzameld uiteindelijk.